In het educatief centrum Het Nest in het Prinsenbos in Naaldwijk wordt druk geknutseld. Het Westland Natuur- en Techniekweb maakt samen met kinderen van de buitenschoolse opvang de huisjes. Leerlingen van ISW hebben de planken op maat gemaakt. Wij maken nu vogelhuisjes voor de spreeuw. En die verdelgen ze op een natuurlijke wijze. De larf is namelijk geen graag geziene gast bij de sportvelden. Ze eten de wortels van het gras op, dus het gras komt los te liggen. Door spreeuwen te laten nestelen in een omgeving waar emotten aanwezig zijn, kan voorkomen worden dat er schade aan de gasmat ontstaat. Spreeuwen voeden zich namelijk met de larven. Deze methode is al een aantal jaar een groot succes bij golfbanen. In de kerstvakantie worden de vogelhuisjes opgehangen. Ja. En vanaf februari, maart gaan de vogels nesten zoeken. En op die manier hopen we de zoveel mogelijk spreeuwen in de nestkastjes te krijgen. Het knutselen van de spreeuwenkasten is niet alleen een leuke, maar ook een leerzame activiteit voor de kinderen. Het is leuk voor de kinderen om natuur en techniek samen te brengen. Ja, het bouwen van de nestjes, het zien waarvoor we het doen en hoe het moet en de natuur daarin meenemen. Nou, ik vind het gewoon leuk om te maken. Ah, kijk. En hoop je dat er een nestje in komt? Ja. Wat denk je zelf? Denk het wel.